super tof dat jullie allemaal weer kijken naar een gloednieuwe vlog hier op mijn YouTube kanaal. Ik ben Kjeld en ik ben eigenlijk net wakker. Ik was net even een kwartiertje beneden. Het is nu bijna 9:15 en ik moet om 9:00 naar de kapper, want het is echt behoorlijk lang weer geworden. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat ik voor het laatst naar de kapper geweest. Ik denk iets van 5 weken. Ja, zoiets. 5 of 6 weken. Meestal is dat het. Maar kijk dan hoe lang het is. Echt, ja, niet normaal. En ook hier de bakkenbaarden. Er zit er weer een aardig laagje op. En voor de vakantie, als we op vakantie gaan, dan mag het er wel af. Ik heb trouwens ook, het gaat heel erg anders over, maar heel erg zin in de vakantievlogs om ze te maken. Ik ga nog een keer volgende week in de vlog vertellen waar ik precies op vakantie naartoe ga. Misschien weten jullie het al. Misschien heb ik al een keer wel verteld. Maar misschien ook niet. Ik ga hem even aankleden. Ik doe dit shirt aan van Just Do It van Nike. En deze mooie broek. Dus dan knip ik in mijn vingers en dan ben ik aangekleed. En ik ben aangekleed. Ik heb dit shirt aan, wat ik al zei. En papa en ik gaan dus nu naar de kapper. Want dit haar mag er wel af, dus let's go. Ja, ik ben even in de tuin. En kijk eens, alles is af hier aan de zijkantjes, achterkant, deze kant. En hier de voorkant, lekker kort, met lekkere gel erin. Pap en ik gaan even naar de stad, even naar de HEMA. Vast nieuwe spulletjes voor het schooljaar halen. Ja, het is nog heel lang voordat school weer begint. Eerst nog lekker op vakantie. Maar anders is alles al uitverkocht. En ja, dan kunnen we, als we terug zijn van vakantie, is alles dus uitverkocht, kunnen we niks meer halen. Daarom gaan we dat nu doen en gaan we daar misschien ook nog wel even lekker eten. Nou, we hebben spulletjes gekocht bij de HEMA. Papa laat het even zien aan jullie. En naar het harde shoppen. Nou, zo, we hebben wel veel spullen gehaald. Alles compleet, schriftjes, pennen, tot aan scharen, tot aan potloden. Tot nu een lekkere viewstay op het terras en bij het beachvolleybal. Teruggekomen van de stad. Ik heb net nog even heerlijk middag gegeten. Lekker een broodje met eiersalade. En Jules en ik gaan iets halen voor zometeen. Een zwemband of zoiets. Ik heb een soort zwemband van Flamingo, maar ik had er ook eentje. Dus gaan we even kijken bij de Kruidvat of er een leuke zwemband is. Want we gaan zometeen naar Buslo. En Jules neemt ook nog een vriendinnetje mee. Dus dan gaan we daarmee lekker zwemmen. Maar dat hebben we wel. Als eerst even een zwemband nodig. We hebben een mooie band. Een beetje een neutrale band. Ja, gewoon van de Kruidvat. Hij was eerst 5 euro. Maar hij is nu 2 euro. Gewoon een gele. Lopen lekker in het paadje. Heerlijk zonnig. Net zoals alle dagen. Nee, ik zou zeggen, ja, het is niet klein. Nee, ja. Nee, ja, we hadden, ja, ik dacht maar dit is maar 2 euro. Lekker goedkoop. Ja. We zitten in de auto. We gaan op weg dus naar Buslo. Gaan we lekker zwemmen, lekker bruin worden. Vorige week zijn we ook lekker wezen. Ja, wouden we eigenlijk gaan bootje varen in Belschutsloot. Maar dat is dus niet gelukt. Als het goed is heb je die vlog al gezien. Anders natuurlijk linkje in de beschrijving. Jules zit er ook achterin. We gaan even eerst vriendinnetje van Jules ophalen van de klas. En dan gaan we lekker zwemmen met z'n allen.
lekker heerlijk aan het uitrusten. Het waait wel een beetje, zoals je hoort een beetje. Julia en vriendinnetje zijn lekker aan het spelen in het water. Ik was net ook even lekker in het water. Zometeen ga ik denk nog wel even in het water met de GoPro. Eerst even lekker bruin worden. Flamingo zit ik hier lekker even op papa's telefoon de Tour de France aan te kijken. Lekker pakje dubbel fris. Ik krijg het echt gelijk zo'n vakantiegevoel. En ja, we willen graag op vakantie, hoor. Daar ben ik ook aan toe om lekker 2 weekjes op vakantie en leuke vlogs te maken. Het waait wel een beetje, maar dat is ook wel lekker. Anders is het wel heel warm. Maar ik ga hier lekker toe. Daar zijn we, hoor. Lekker met de Tour de France. 27 kilometer. Zit helemaal ingepakt. Gisteren won ook Dylan Groenewegen zijn eerste etappe in de Tour. Hopelijk gaat nu weer een Nederlander winnen. Maar de Fransen willen ook graag winnen, want het is Franse feestdag. Dus die gaan vol voor de winst, denk ik, met Arnaud Démare. En ik hoop dat Dylan Groenewegen voor de tweede keer wint. We gaan het allemaal zien. 26 kilometer. Ik ben weer teruggekomen. Al een tijdje. Ik denk misschien al iets van een uur en een kwartier. Maar ja, ik heb die pyjama lekker aan. Ik heb net even heerlijk gedoucht. En het is nog heerlijk warm buiten. Kunnen binnenkort misschien volgende week, als het nog mooi weer is, hebben we volgens mij nog een tentje. Kunnen we misschien wel buiten slapen. Dat is ook wel leuk. Moet het eerst goed weer zijn. Nu is het goed weer. Maar hopelijk volgende week ook. Ja, lekker buiten dus. Ik vind het altijd zo lekker. Nu koelt het wat af. En dan vind ik het veel lekkerder dan in de middag. In de middag is het bloed heet. En ik ben trouwens ook lekker bruin geworden hier. Ho, dan ga ik eventjes op deze stoel hier zitten. Dan zie je het beter. Kijk, beentje lekker bruin. Lekker bruin, ook mijn rug van lekker aan het strand gelegen. Niet te veel gezwommen, maar gewoon lekker aan het strand gelegen. En dan word je lekker bruin, dat wou ik ook wel. En ook mijn gezicht zie je wel een beetje. Ik ga weer eventjes naar binnen, even tv kijken en op de computer.